Ik ben Erik Wouters en dit is mijn vierde boek, Andersom. Ik ben eigenlijk niet van beroep schrijver. Ik ben nu een tijdje met pensioen en vroeger werkte ik bijna uitsluitend in het theater en ook wat in het onderwijs. Maar vanuit een theatervoorstelling die ik gemaakt had, is het idee ontstaan om ook boeken voor jeugd te schrijven. Andersom gaat over een blindgeboren meisje die gekozen wordt om mee te werken aan een theaterproductie, Antigone. Ze is blind geboren en ze heeft een vriendin die niet geselecteerd is. Dus er komt een gigantische ruzie van. Ik lees het boek nu in voor de Luisterpunt Bibliotheek en ik heb zin om er aan te beginnen. De afgelopen weken hebben we het op de repetities vaak over de figuur Antigone gehad, gespeeld en ook veel gediscussieerd. Wat zou jij doen als je Antigone was? Je hart volgen, ook als dat tegen de regels is of tegen de wet ingaat? We hebben ons concrete situaties voorgesteld. Het meest ondersteboven was ik van wat Malaak ons op een keer vertelde. Ik had een nieuwe iPhone gekocht, een jaar geleden of zo. Ik had er maanden voor gewerkt in een pizzeria. Dat zou ik nu niet meer doen, zoveel geld uitgeven aan een stomme telefoon. Op een zondag, ik was aan het werk, ging ik een zakdoekje halen uit mijn rugzak die in de personeelsingang aan een kapstok hing. Mijn nieuwe telefoon was weg. Gestolen. Een klant? Onmogelijk. Klanten kwamen daar niet. Een ander personeelslid. Het zou kunnen, maar dat kon ik niet geloven. Ik durfde het thuis bijna niet te vertellen. Mijn vader was heel boos toen hij het hoorde. De week erna kwam ik in de personeelsingang een meisje tegen. Ze woonde met haar moeder in een appartementje boven de pizzeria. Ik had al enkele keren met haar gebabbeld. Ze heette Rasha en was samen met haar moeder gevlucht uit Syrië. Toen ze me zag, schrok ze heel erg en wilde zich omdraaien. Rasha, riep ik. Ze bleef staan en begon te huilen.